Op 19 en 21 september vinden weer de algemene politieke beschouwingen plaats. Twee van de politici die we dan zeker zullen gaan horen zijn Alexander Pechtold en Geert Wilders. Wat kunnen we nou van hen verwachten tijdens de politieke beschouwingen? Waarom nu één video voor deze twee politici? Nou, ten eerste omdat ze al heel vaak de verbale degens gekruist hebben. Bijvoorbeeld toen Wilders het in de Kamer over de kop voor de tax had en Pechtold gelijk één van zijn felste tegenstanders was. En dat is gebleven. Sommige politieke analisten stellen zelfs dat Pechtold een deel van zijn populariteit aan deze tweestrijd te danken heeft. Wil je daar nou meer over weten? Luister dan naar de NRC-podcast Haagse Zaken van Lamia Arouai. Maar laten wij eens teruggaan naar de heren Wilders en Pechtold. We kijken naar een fragment van ongeveer 1 minuut. Een fragment dat mooi laat zien wat hun sterke punten zijn. Ons land was ooit het mooiste land ter wereld. Met eigen grenzen, een eigen cultuur. We gaven ons geld uit aan onze eigen mensen. Nederland was Nederland. En hoe anders, mevrouw de voorzitter, hoe anders is het vandaag? Wat is ons land vreselijk te grabbel gegooid? Wat zijn onze belangen verkwanseld? Heel veel Nederlanders zijn vreemden in hun eigen land geworden. De heer Pechtold. Voorzitter, dat ideaalbeeld van vroeger, over welke periode heeft de heer Wilders het dan? Nou, in ieder geval in de periode voordat u in de politiek zat. De heer Pechtold. Voorzitter, dus dan hebben we het voor 2000, ja, voor de lokaal... Voor 1850 ongeveer. Voor 1850 was de heer Wilders erg tevreden hoe wij met onze ouderenzorg omgingen. Dat een... Meneer Wilders, toen we nog onze kolonie hadden, Indonesië, met miljoenen moslims daarin, onder onze verantwoordelijkheid. Is het dat beeld of zit ik ernaast? U zit er naast. Dit fragment laat goed de sterke punten van zowel Pechtold als Wilders zien. En laten we met Wilders beginnen. Hij debatteert hier op een vrij beeldende manier. Veel voorbeelden. En dat houdt de luisteraar en kijker er goed bij. Ook als we het niet eens zijn met het verhaal, is het toch boeiend om naar te kijken. Hij debatteert vaak volop de persoon, stevig. En doet dat bijvoorbeeld door telkens te vragen naar de verkiezingsbelofte. Bijvoorbeeld in het debat met Halbe Zijlstra, waarin hij telkens blijft hameren op een bepaalde verkiezingsbelofte. Waarbij Zijlstra het antwoord schuldig moet blijven of hij de belofte nou na is gekomen of niet. Pechtold laat zien dat hij goed is in het toepassen van humor. In voorgaand fragment bijvoorbeeld door de opmerkingen van Wilders zeer serieus te nemen en daarmee door te blijven vragen. Hij laat daarmee zien dat hij uitermate sterk is in het plaatsen van interrupties. En een van de tactieken die hij toepast is het voorleggen van het dilemma. Bent u voor of tegen de vooruitgang? Legt hij zijn politieke tegenstander voor. Ja, dan moet je wel antwoorden voor de vooruitgang, maar voor je het weet heeft Pechtold je in een verbale hoek waar je niet meer uitkomt. Maar wat zijn nu de valkuilen voor deze twee fractievoorzitters? Laten we beginnen bij Wilders. Hij valt zijn tegenstanders vaak stevig aan, maar als hij zelf aangevallen wordt, legt hij, als de aanval hem niet uitkomt, die simpelweg naast zich neer. En dat is natuurlijk niet de meest krachtige manier om een aanval te pareren. Daarnaast wordt Wilders vaak aangevallen op de uitvoerbaarheid van zijn plannen die hij moeilijk duidelijk weet te maken. Pechtold daarentegen heeft, net als velen in de politiek, compromissen moeten sluiten. En dat is waar hij ook op aangevallen zal worden. Hoe betrouwbaar zijn de beloften van hem en zijn partij nog? Daarnaast spelen er een aantal dingen in de privésfeer van Pechtold die zijn geloofwaardigheid als spreker aantasten. En we weten natuurlijk vanuit de klassieke lessen van de retorica dat overtuigingskracht niet alleen maar gaat over de inhoud van je verhaal, niet alleen maar gaat over hoe je dat verhaal kunt overbrengen op jouw publiek, maar ook om jouw geloofwaardigheid als spreker. Voorafgaand en rondom de algemene politieke beschouwingen publiceren we elke dag nieuwe video's. Wil je daarvan op de hoogte blijven, abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En natuurlijk vergeet niet deze video te liken.